Meer dan 6000 personen die op de verkiezingsdag op een stembureau hebben gewerkt, zijn nog steeds niet uitbetaald. Monique Overman heeft vandaag mede namens de werkers een brief afgegeven aan vicepresident Brunswijk en minister Somohadjo van Binnenlandse Zaken. We spraken Overman over deze kwestie. We hebben op 25 mei gewerkt, eigenlijk vanaf februari hoor, januari, februari. Hebben groepen mensen gewerkt. Het gaat om in totaal om 6000 zoveel mensen, burgers, die keihard hebben gewerkt om vandaag aan de dag het resultaat te hebben van de verkiezingen. De nieuwe regering zit er al aan, maar wat ons steekt, en dat gaat dan echt om de mensen die gewerkt hebben, dat we nog steeds niet ontvangen hebben. En we hebben via de media begrepen dat de minister van Bisa door heeft gegeven dat hij er geen geld is. En dat er, het op de begroting van 2021 gedeponeerd gaat worden. En we zijn er tegen. Dat willen we niet. Het feit dat de regering vandaag aan de dag hier zit, is omdat wij zo hard hebben gewerkt. En eind van de maand zullen al deze ministers die nu hier zitten, of de mensen die allemaal aangenomen worden, zullen eind van de maand een normaal salaris krijgen. Behoorlijk wat salaris krijgen. Dus het klein beetje, de kleine vergoedingen die wij nog moeten krijgen, moet ons gewoon toegekend worden. We moeten het gewoon ontvangen. We willen ons geld hebben. Minister Somohadjo kwam tijdens het gesprek binnenlopen en stond de dames te woord. De bewindsman had goed nieuws voor de ontevreden mensen. Wanneer ik zeg het komt op de begroting van 2021, is dat over 2 maanden. Dat is toch lang? Ja, maar eerder kan het niet. We werken volgens regels. Ik heb met de minister van Financiën gesproken. En hij is welwillend om alle moeite te doen om aan de gelden te komen. U moet weten, ik weet dat u hard heeft gewerkt, maar u weet ook wat we zijn aangetroffen. U bent niet de enige die, om het netjes te zeggen, die een beetje voor de gek is gehouden. Maar wij gaan er alles aan doen om deze mensen uit te betalen. Ik heb nog een vraag voor uw collega. Kunt u die vraag meenemen? Die mensen die vorig jaar 2019 hebben gewerkt, vakantieschool. We zijn ook nog steeds niet uitbetaald. Ja, kunt u dat meenemen? Ik zeker doen, mevrouw. Maar echt, heel veel mensen, en u weet het zelf ook, zijn niet uitbetaald. En wij als regering is ons taak om de mensen uit te betalen. Maar geef ons de gelegenheid toch. We zitten net 4 weken. Dus geeft u ons de gelegenheid om dat te doen. U zit net 4 weken, maar wij hadden iets van. We hebben zo hard gewerkt. Ja, dat weet ik. Ik ben heel blij met het werk wat u heeft gedaan. Maar geef ons de tijd en de ruimte om dit te regelen. Brunto Somohadjo, hij is minister van Binnenlandse Zaken. Hij is vanmorgen voor aanvang van de Raad van Minister door stembureau personeel gevraagd vaart te zetten achter de uitbetaling van hun vergoeding. Ruim 6000 personen hebben nog niet ontvangen voor het werk dat ze op de verkiezingsdag hebben verricht.